Stoomvaste. Stoomvaste Radio. Voor u. Voor jou. Voor ons allemaal. Ja mensen, een hele goede middag aan alle Stoomvaste luisteraars en aan ieder die ons een warm hart toedraagt. En vooral vandaag, want het is vreselijk warm mensen. Het is zondag 13 september mensen, 2020. En van harte welkom aan ieder. Mijn naam is Sing, ik ga u bijpraten tot een uur of drie. En dan ga ik u overdragen aan meneer Frits James. Ik moest een beetje ontsmetten naar de Wanda Isabi, want ja, corona, nog steeds Isabi. En ja, het is niet makkelijk, maar ja, we zijn er mensen. We gaan het er het beste van maken, naar de Wanda Isabi. Een hele mooie dag, net wat ik gezegd heb in Rotterdam, maar voor velen, net als ik, het kan me gestolen worden, want ja, ik hou er niet van mensen, Isabi. Als King Kong wint, Akurukba. Maar we gaan tot de orde van de dag, mensen. Wat is een beetje noemenswaardig dat onze aandacht behoeft? Voor wij hier diaspora, Nederlanders, is dat weer toch? Derde dinsdag van september, dan hebben we het over Prinsjesdag. Ja, voor velen, ja, lasting. Weet je, die snappen er niks van en ja, die begrijpen het niet. Dan is dat hier, maar goed, het zij zo. Maar die trouwen, Prinsjesdag, ja, mensen, sommige mensen kijken er naar uit, ik ook. En het heeft een Surinaams kantje hoor, mensen. En dan Isabi, ja, het bezoek van Ramdien en dit, dat is dus, nee. Weet je, dat is het niet. Goed. Dat gaat er niet in komen. Oh ja, na Sanisambouta takje dat koning Ogasana. Nee, dat gaat er ook niet worden. Maar ik ga mijn tijd niet aan verdoen vandaag. Aan dat ding van Prinsesdag. Dinsdag zal ik u uitleggen wat dat Surinaams kantje is. Dat zo'n beetje aan Prinsesdag kleeft. Ja, en ja, dat we dat voorbij aan ons laten gaan. En zo kom je weinig te weten. En ja, je zou een hoop dingen daarmee met Suriname kunnen doen. Maar ja, wat niet weet, dat niet deert. Dus koolibasan dat heeft voor wat het is. Dinsdag zullen we er iets meer op ingaan. Wat is nieuwswaardig mensen in Suriname? Ik las een bericht over kosmosenergie. In een heren voor kosmosenergie in Suriname. Omdat ja, de berichten zijn niet zo goed. Dus ja, dat gaat niet breed uitgemeten worden in het publiek natuurlijk. Dus dan, de moutantiri, de notakdes aan dat is. Maar toen ik het las, moest ik gelijk denken aan die mevrouw, die belster die bij mij inbelt. Mevrouw Roberta. Want mevrouw Roberta had iets aangekaart dat er een programmamaker in Suriname is die mensen opdweept en zo'n beetje aanspoort om, te gaan praten met die grootmaatschappijen. Om te zeggen, ja, maar moet je luisteren, wij zitten in de problemen. En ja, jullie moeten ons komen helpen. En ja, met nadruk op wij. Want ja, die grootmaatschappijen zitten niet in problemen, maar wij. Ja, goed, dat is jouw zaak. Als jij in de problemen zit, dan moet je het niet komen verhalen op mij. Jij hebt problemen, ik niet. Ik run mijn bedrijf en het gaat goed. En ik verdien mijn geld, ja. En nou, dan jij hebt problemen. En dan wil jij hebben dat ik een deel van mijn winsten aan jou kom overdragen. In Suriname hebben mensen geen blauwe ogen. Die worden tegen. Ik dacht, ja, maar waarom zou ik dat moeten doen? Omdat je blauwe ogen hebt? Nee toch? Isabel, dus ik had dat uitgelegd aan haar. Van, moet je luisteren? Ja, maar het werkt niet zo. Dit zijn de grote jongens die anders denken dan wij normaal Surinaamse mensen, Isabel. En ja, daar. Ik zou het niet durven als onderhandelaar om met hun te gaan praten, Isabi, op zoiets. Want ja, ik vind het niet dingen. Ik vind het niet kunnen, weet je, dat je dit gaat doen. Maar, kijk, kosmosenergie, wat is er aan de hand? Dan moet Brokkingi niet Chimoni, ja? Zodat die begrijping, weet je. Want kijk, kosmosenergie is een bedrijf die exploratie, vergunningen heeft gehad van de Surinaamse staat.
Dag jongen, goeiemorgen. Teven Olly, ja. Ik kan hoor IT. Nee, ik geef toe. Ja. Maar ik geef toe, dan ga ik me inkopen. Dus ja, ik heb eigenlijk niks te zeggen. Ja, maar de man die zie ik, die kan, Olly, de man, Sani, in twee putten. Blok 42 en blok 45. Maar ze hebben daar niks gevonden. En dan nu, je begrijpt dat hier, hè. Oh, nou daarom, de man, ik tak altijd over Apache, Apache, dan gaat de man dat hij maar nooit hier is aan die over, voor de karing, Cosmos Energie. Want Cosmos Energie is een grote speler. Het is van Texas, Dallas. Ja, en je weet toch, in verband met wetgeving tegen Dusani, dan verhuizen alle bedrijven naar Lexadema Abjaso, naar Amsterdam Zuidas. Daar zitten de grootste bedrijven, postbusbedrijven, brievenbusfirma's, in Amsterdam gevestigd op de Zuidas. Tegen Sukudinovanode. Maar precies zo heb je dat van Delaware. Dat ik Alcoa en dat is aan het, omdat daar zo de wetgeving aangepast is ten voordele die de Amerikaan bedrijf ten opzichte van buitenlandse, buitenlandse landen, wordt dat maatschappij, maar nee, maar met regeringen buiten grenzen van Amerika, isabi, waarmee ze zaken willen doen. Alcoa, Sterling Delaware, I am Gold, al die dingen en zo, isabi. Omdat die wetgeving daar zodanig is aangepast en gemaakt voor deze bedrijven, dat ze goed ingedekt zijn. En ja, kijk, als je je mannetje staat en je dacht, ja, maar goed, de hel met jou, met Delaware, ik wil dat niet. Ik wil een andere plaats hebben, een andere wetgeving dat van toepas moet zijn. En dan hoeft het niet Surinaamse wetgeving te zijn, maar vooral niet Delaware. Want ja, we kiezen een andere wetgeving dat van toepassing is op deze overeenkomst. Dat is niet gedaan. Mensen moeten brokken in Chimoni. Look nou, kijk. Ja, to voetbalclub. De man was speler. En was directeur van een voetbalclub. En Bella trouw aan dat einde. Hé, hey, jongen. Ja, wat een mooie speler, jongen. En mij playbal boom. Van wat ga je? Ik was zeer aan man. Ah, ik kan bij man. Om mij niet. Zo mij niet. Ja. Toen man etaki. Over een speler. Nooit de man bellen, man. Nooit de man zeggen. Hey, hé, jongen, de man vind je interessant, jongen. Van wat ga je? Iwango. Niemand vraagt jou. Nee. De mens sluit dat deal. Dan, ja, en moet niet mee over. Dan de mens gewoon naar spelen. Dan de man zegt. Hé, hier is nog. Grabi pototo. Dat ik weet dat ze, je go playbal vanaf nu dat heb. Hoe dan? Ze hebben dat niet gezegd, maar ik heb ook mijn ching, mijn familie, mijn kongwef, ja, verdank. En ook kan toch? Ja, nou goed, ik ben, heb jou verkocht aan die club. En je bekijkt het maar, Isabi, want ja, in afkompleet, ja, morgen, je go playbal dat heb. En ja, if you nog go, ja, dat is naar je zaak. Maar ik heb mijn geld ontvangen en jij bent verkocht, je speelt niet meer hier. Ga maar daar, Isabi. Mensen, Isabi toch zijn naam, hoe lobby slavernij en dat is aan dat titel. Nou, is toch hetzelfde. En een plantagehouder is serieus. Ik heb een plantagehouder, omdat ja, hij misschien dat geld nodig heeft of van alles aan. Hetzelfde. Kijk hier wat er gebeurt met Cosmos Energie. Dan een Shell. Cosmos Energie, dat je mi boro tu petit. Ja, en blok 45 blijkt er voor mij niks te zijn. En blok 42 ook niet, Isabi. En ja, maar ja, ik kan verder gaan zoeken, maar ik heb er niet zoveel zin in. Isabi, mij tegen toch mensen. Je krijgt nu alternatief andere energie, want de wereld is in een transitieperiode nu. Om te slaan, dat je voor benzine, diesel, alles wordt elektrisch. Dus ja, je hebt het niet zoveel op met gas, olie en zo, Isabi. Maar ja, goed, die ontwikkelingslanden, die gaan dat nog nodig hebben, Isabine. Ja, goed. Isabine, hij doet. Maar, Cosmos Energie is er in Shell. Shell buying. Maar dan, van wat gaan we ze dan doen? Heb jij ooit de telefoon gepakt en gezegd, ja, meneer Santoki, ik ga dat ding verkopen. Wat vindt u ervan, Isabine? Nee, de man op Belly, de man op Tegi, Servi. Ja. Dat hier, moet je luisteren, kijk. Mijn rechten, een vergunning van mijn abi. Mijn gescheiding, nou. Nooit de man pikie. De twee man die is dong, de man met een deal. 200 miljoen, hier alsjeblieft. En ik schrik van dat bedrag hoor mensen. Want kijk, wanneer je de berichten hoort in Suriname. Dacht, ja, maar ja, we gaan allemaal, we gaan miljarden verdienen. Dan zeg ik, oké.
If you verdien miljarden deze restant voor een appel en een ei 200 miljoen, dan moet ik me bakken ideeën. Isabi, tak jongen, zeep zaja jongen. Isabi, maar goed, de toekomst moet dat uitwezen mensen. Isabi, maar wat ik je wil meegeven met dit verhaal van Cosmos, is dat je erin ook kijkt, de man nooit terissen dan. De man zeer restant gewoon. En dan zeg je, ja maar het zijn soevereiniteitsrechten van Suriname, ja, die je niet zomaar mag vervreemden. Ja, maar dan hoor, luister nou, kijk, bij die onderhandelingen, toen we gingen onderhandelen, Samsung Aydan, je bent takkie toch? Is er ooit iemand opgestaan met verstand, dat man dacht, ja, moet je luisteren, kijk, je krijgt deze vergunning, maar jij mag deze vergunning niet vervreemden en je mag het niet bezwaren. Dat is dan tak nog een plek, vallig, dat man nonsens Nederland. Bevrienden, jullie mag zeer een vergunning die no wans ma. Bezwaren, jullie mag pand een vergunning die zie die no wans ma. If you want sharing, dan je konami. En dan, moduku, if me wani, tak soa man komboro oli vismi kus. Je hebt dat nagelaten. You know doing. Ja. En dan krijg je nu dat gedoe, waarmee we zitten. Kijk, if I awang, sma san konisa abi, chuzo kennis van international law, ja, en isabi toch wang, umasma aba, ervaring dat hij, en die poten dape, en dan mix one phone, ja, dan kan ik jou, moe van je klap nemen begrijpen, tak je jongens, heb zang aan isabi, maar dat zijn dingen, tak je, als je gaat contracteren, dan dat zijn die eerste dingen, die je moet vastleggen, een blokkeringsregeling, tak je, wij noemen dat een blokkeringsregeling. Iedereen mag zeer aan zonder meer. Isabi, meet naar jou een Taiwan visie. Ik heb jou speciaal uitgekozen en jij mij. Maar nou, jou kon zeer aan jou een derde, waarvan ik niet weet. Het kan zelf een maffiamaatschappij zijn. Of een maatschappij die alleen maar ellende veroorzaakt. In de, ik wil dat niet. Dus als je dat nagelaten hebt, dan jou kies dit aan dat hij, dat ja, maar je had het bij die contractueel vast moeten leggen. Dat, ja, ik mag het niet vervreemden en niet bezwaren. Maar ja, omdat je dat na hebt gelaten, dan is Seringi de hoogste bieder. Shell bood het hoogste aan, 200 miljoen. Hier, alsjeblieft, ga jij maar boren. En ik zie wel waar het schip strandt, Isabi. Dus ik moest daaraan denken, gelijk aan die mevrouw Roberta, toen hij dat zei. Van jongen, hoe zei ze dat? Dus om te gaan praten met goudmaatschappij. Kijk, we hebben al die rechten, al die dingen weggegeven aan die mensen, ja, en je kan daar niet meer over onderhandelen. Het is afgelopen, klaar. Het is zwaar en het is vervelend, maar dat zijn de dingen, mensen. Je kan daar niks meer aan veranderen. Isabi, iemand ipot die handtekening dat in de juridische wereld de mograpa Latijnse term gie en dat tegen altijd asani pacta sunt servanda. Dat is de grond regel, een rechtsbeginsel, een basisprincipe voor een contract. Jere, mange jou sudat tafra, jou, je bent handelsbekwaam, i ede, no kaster, jou sabi sa je do, en mi sabi sa me do. Ik vraag je dit, jij zegt, oké, okay, ik geef je dit, isabi, onder die en die voorwaarden, ik ga er een beetje onderhandelen, naar de zand, maar uiteindelijk, ben jij het ermee eens, midden eens, betekening, en dat bakket heeft dat hij omdraaien moet voor dat, ja, maar ja, we hebben het een beetje moeilijk. Dus ja, ik wil terugkomen op dat ding. Nee, zo werkt het niet. Want niemand gaat dat doen, mensen. Ik kan je dat garanderen. Isabi, je kan gaan heronderhandelen, maar ik zou je aanraden om het niet te doen. Want dat laat zien dat je voor de tegenpartij in een zwakke positie verkeert. En dan gaat hij jou meer uitkleden. Hij gaat je meer uitkleden. Daarom kan ik begrijpen dat hij, ja, deze mensen die er nu zitten, zeggen van ja, maar ja, dat is voor mij geen optie. Omdat ja, maar las me voeren dan dat me kiezen. Isabi, dus dat ik kan go tak tak, ja, je moet met die maatschappij gaan onderhandelen. Als dan een goot, ja, you go to weg. Je hebt het weggegeven, dus je moet ophouden daarmee. Isabi, je moet andere kanalen gaan aanboren. Ja, dus mensen, dat was met betrekking tot Cosmos Energie. En ja, goed. Het is heel triest, maar ja, het is niet anders. Dan had je beter moeten onderhandelen. Expert moesten zetten, want ja, ik had u uitgelegd toch afgelopen week was het nog. Met dat ding van die geheime boswandeling. De man zei, adviseer Boutersen,
meneer Mark Waldeck, meneer Dilip Sarjo en meneer Kirk Palani. Ja, mensen, dat is op zijn makkelijk dat ik op de rapen zijn gaar. Want ja, dan een probleem ook om. Is dat niet. Maar als je daar vertrouwen in hebt, vandaag krijgen we het resultaat dat op ons bordje. En wanneer nog wat niet? Ja, biftekeng. Ja, biftekeng, is dat niet. Want dat is dat, hè. Ja, maar ja. Hoe ga je, zei niet, laat me wat je ook bij dingen voor ik zie. En ja, brada. Ja, maar ik zie, is dat niet. Mensen, ik ga er even, ik heb mijn lijnen uitgemaakt, hè. Want ja, ik wil mijn verhaal vertellen. En Isabi, zondag, de tijd rent. En ik heb je altijd gezegd, ik ben een kletsmajor. Isabi, maar goed mensen, even een paar appjes. Want ik zie een hoop groene balletjes. Melkcentrale. Ernstige beschuldiging van Moekis Ramelen aan het adres van Melkcentrale. Ja, Melkcentrale. Nou, je schrik je zie voor Melkcentrale. Taki verklaring, hoe heet het, dat, wie daar zo de scepters waait zelf. En dan bedoel ik geen directeur naar de Sandati, Isabi. Even kijken, goedemiddag meester, ons wit konijni, ja, YouTube. Maak ons vandaag blij, wij diaspora willen prettig nieuws uit Suriname horen, succes met uw uitzending. Ik heb slecht nieuws voor u meneer, er komt niks normaals uit Suriname, Isabi. U zei, velen begrijpen het niet, maar velen gaan dit wel in hun portemonnee voelen. Ja, maar toch gaan ze het niet begrijpen. Alles gaat de lucht in. Huur, ziekenfonds, voeding, maar salaris blijft hetzelfde, meester. Ja, u hebt gelijk, Isabi, velen, omdat je het niet begreep. Waarom die dingen? Kijk nou, Surinaamse mensen, kijk net als dat ding van Cosmos. Jogetak naar de man, toch? Ze namen de man om het cru te zeggen, Surinamers hebben hun toekomst opgevreten. De vreten toekomst op. Dat moet een keer gezegd worden tegen de Surinamers. En wanneer mensen zeggen, ja kijk, je moet alvast een voorschot gaan nemen op toekomstige opbrengsten. Dat wil zeggen, inoleer niks. Ja, want dan wil je de toekomst weer opvreten. Je moet beta swa naar bita DC. Ja, en dan moet je kijken dat je moet bakken 5 jaar maar aan ben boom, want ja, daar komen inkomsten binnen. Dat moet je doen. Maar je kan niet zo doorgaan toch. Nou, lekker aan man. Is op deze naam toch? Sanda Sanan. Dat de mij worko, dat man gue. Naar baas door tijd, aan baas dat jongen bos. In elkaar nak me een massel jongen. Is op man, want je voorschot nodig. Weet je. Maar ja, tegen man voorschot dat man, worko morgen, want ja, man, je moet niet. Dat mij gue bakken. En dan wordt dat werk stilgelegd. Want ja, die man heeft geld, dus ja, het zou niet aan Monique, maar dan kom maar. En aan het eind van de maand, die op pijn, dan zit dat jongen, maar dan gaan Monique niet, mijn man, pijn, mijn euro, zo, mijn papa, ja, faya. Ja, logisch, omdat je je toekomst hebt opgevreten. Ja, je moet meteen door het eind van Monde, ja, die money, dan kan je kijken. En wat je niet hebt, kan je niet uitgeven, Isabi. Alles gaat sky high de lucht in Suriname. Waarom? Ik heb het gezegd. Surinamers van diaspora moeten hun familie uitleggen. Onze blikbruine bonen is hetzelfde gebleven. Corona of niet. Werkloosheid stijgt hier als een... Gaat ook sky high naar boven. Ondanks dat die bruine bonen... Niks nog omhoog. Alle prijzen zijn hetzelfde gebleven. Waarom? Is dat niet het geval in Suriname? Waarom? Ja, dat papiergeld van jou, dat is minder waardig. Dat is minder waardevol gebleken nu. Ja, waarom? Omdat je alles hebt kaal gevreten, lekker springhaan. Weet je, in Suriname. En ja, er valt niets meer te doen. Omdat, ja, kijk, jouw Surinaamse dollar... Niemand wil het hebben, niemand kan er niks mee. Je moet die euro's of die dingen hebben. En ja, het is er niet. Het is er niet. Dus mensen, je kan schreeuwen. Alles gaat sky high de lucht in. Ja, dit was het gevolg van wat je te wachten stond. En je wist dat. Je kan niet zeggen dat je het niet wist. Isabi, evitei mitaki
Je wist het niet, ja, dan hebben we een probleem, ja. Fijne dag ook, ja. 597-888. Dankjewel dat je meeluistert. Dag, meester Singh. Met een vaste luisteraar van uw programma. Mijn vraag. Op 18 september hebben we een begrotingsbehandeling in het parlement. Kun je dat vergelijken met Prinsesdag van Nederland? Groetjes, ik blijf luisteren. Dat is hem. Heel goed. Even kijken wie deze meneer is. Is een hele mevrouw, jonge dame. Ja, exact. U hebt het goed gezegd, mevrouw. Weet u, Prinsesdag is hetzelfde als die jaarleden de begrotingsbehandeling die de president moet houden. Maar ik kom er zo op, dan ga ik u iets meer vertellen. Maar het is heel mooi wat u gezegd hebt. Het is waar. Ja, Prinsesdag is hetzelfde, Isabel. Even nog deze. Meester Sien, goedemiddag. Ik hoop van harte dat u, ondanks het voor u minder aangenaam weer, het volhoudt. Suggestie, wellicht kunt u de kwestie Linscheer tegen het licht houden. Hoe kan Linscheer vertrouwenspersoon adviseur zijn van president Santokki en tevens vriend van ex-president Bouterse? Hoe betrouwbaar is de veiligheidsadviseur? Leg uit. Oké, mooi. Meester Singh, goedemiddag. Ik hoef van harte. Even dubbel gestuurd. Goedemiddag, meester. Voorschot is ingeburgerd in Suriname. Dat ligt ook aan de opdrachtgever van Mr. Zilia. Maar voorschot, Tenja Mekba, jij noemt klagen. Mensen, laat me die vraag beantwoorden van twee mensen. Dat van Prinsesdag, dat klopt. En het is hetzelfde als de begrotingsbehandeling. En mensen onderschatten de begrotingsbehandeling van Suriname niet. Want dat ding is wet. En dan ga ik u meenemen. Ik ga mijn programma omgooien. If je doet zoals aan de begrotingsbehandeling, dan wil ik er tijd en moeite aan besteden. Dan ga ik er één ding uitpikken. Even dat ding van Melvin Linscheer, mensen. Kijk, daar is ook iets over ontstaan in Suriname. Hè? Melvin Linscheer, Isabi. Ik moest er zo om lachen toen ik hoorde dat Santokki die man heeft benoemd. Omdat, ja, Surinaamse mensen schijnen het niet te begrijpen. Ik dacht, ja, maar moeilijk. Maar moeilijk. Tegen wanbevolkingsgroepen, maar moeilijk, mensen. En dat is de Maron. Want ja, hij was betrokken bij de Binnenlandse Oorlog. Isabi, die drugsoorlog, laat me het zo zeggen. Want ja, Binnenlandse Oorlog. Ik zeg je, ik heb daar moeite mee. Ja, toen Junkie fit aan elkaar, dat hij over drugs naar de Sandati. En ze hebben het hele land in een pointje gebracht. Dus je moet niet praten over Binnenlandse Oorlog. Want voor te maken, wat trobbie naar de binnenlandbewoners. Maar goed, Linscheer is een, laat me het zo zeggen, een pain in the ass voor de Maron. Want ja, mooi wanna, er zijn een hoop misdaden gepleegd aan Lino Leifeld, Isabi Barabas. En ik kan zo namen noemen, die niet genoemd. Alubutu. Niemand weet dat verhaal van Alubutu helemaal. En Inter-American Court of Human Rights behandeld. Suriname veroordeeld erover. Meneer Gangaram Pandey. Ja, ik hoop dat het. Oké, kijk. Je moet zo zien. En ik ga iets zeggen wat mensen boos gaat maken. En het is goed. Ik wil dat je boos wordt. Hè. Ik hoop dat Santokki dit niet doet. Kijk, als de Maron zegt, ja, maar ja, goed, de hel met die mensen van, hoe heet het, Moyuana, ja, die de hel met de Kalinja en Lokonofonos, het interesseert ons niet, of in Nakuno een pakket, dan gaan we monido's doorrusten. Goed, maar ik zeg tegen Santokki, kijk, je bent aan het bewind, meneer Gangaram Pandey, dan bedoelde man die Kisho Persat, er is een advocaat uit Nederland geweest, mensen, en ik moet hem een stem geven. Die is toen vermoord op Sanderij, ja. En die zaak is ook behandeld in OAS-verband. En Suriname is daarin veroordeeld. En ik zeg van, ja, moet je luisteren, kijk. Ik hoop dat de familie van deze meneer, weet je, rechtsmaatregelen tegen jullie treft. Want ja, je moet die man een stem geven, Isabi. Je kan gaan op vakantie naar Sernanda de Mankiri. Omdat je advocaat bent of wat. Wat voor vrijpostigheid is dat? Je ziet dat mij doet aan een afkati toch? Isabi, ik keer wel afkati. De man grap a heerbende. Allemaal aan u. En nu is het afgelopen, potverdorie. Het wordt tijd om jullie daar aan te pakken. Want je gaat vrijpostig doen. Zolang je kiri schrijft,
Die man maakt zich druk. Brunswijk bouwt even die. De mijn kinderen zeggen, brada, je zoekt het maar uit. Maar het moment dat je mensen, net als Brambert, Nederlandse nationaliteit, isabi, na de Malikispong, isabi, je kon aan de dingen, dan zeg ik, kijk, zolang de directeur van Sanvaste mij de kans heeft, ga ik ook zeggen, kijk, de zaak Gangarampandi versus Suriname. Mensen, je moet gaan lezen een keertje. Is in Engels een moeilijk keuze, maar golipies revie. Ja, en kijk wat er daar gebeurd is. Kijk hoe Surinamers met mensen omgaan. Vandaar dat je ziet dat ja, die deden mijn barwan los aan over, hoe je dat ding, toerisme. Maar ik raad iedereen aan van, ja, moet je luisteren. Als je naar Suriname gaat, is het net als Angola. Kijk, een normaal persoon, wat ga alle dit dan zien aan, is ja, lastig mensen. Wat moet je met dit soort mensen zeggen, ik kon er. Ze brengen geen valuta binnen. Misabies, maar zij gaan €50 handgeld naar zijn naam. 35. Isabie. Dus ja, mensen, is lastig dat. Maar die mensen die geld meebrengen om te spenderen, de Mouw Taiwan Hotel, de Mouw Jurwan Otto, ja, de Mouw Pai, kan die wan binnenlandse trip, de gebruik van plein voegen en binnenland. Dat zijn inkomsten voor bedrijven, ja, die jouw vooruitgang gaan bieden. Maar als die mensen met geld niet komen, wat moet je met die man hebben? Zij kan €50. Isabi, komt aan 30 die dat ik kon dan zien, naar de man dat hij. Isabi, is lastig, maar de keuze is aan jou. Linscheer mensen, ik blijf bij de lees. Surinamers schijnen het niet te begrijpen. Santokje en Linscheer mensen. Meneer Linscheer. Wie was de baas van meneer Linscheer? Allemaal Bari Bouta. Bouta is niet waar. Ja. Meneer Linscheer, veiligheidsdiensten heeft hij altijd in gezeten. Isabi. Dat soort diensten vallen onder minister van Justitie en Politie. Dus als een minister, Santoki, minister van Justitie is, onder wie werkt dan meneer Linscheer? Weet je? Dat is die vraag. Santoki was voorzitter van de SICAT. Mensen, goed luisteren. Hij was een van de topmannen van SICAT. Yunus Absana SICAT. Weet je? En dan werk je met alle landen samen op het gebied van drugsbestrijding. Dus ook met meneer Linscheer. Ja. Santoki was minister van Justitie. Dat ding van die man Guman. Isababo is een keer in pato. Er was een hele ruzie ontstaan met Santoki en Nederland. Ja, Santoki is hier rechtshulp verzoeken. En Nederland reageert maar niet. Hele goeie daarover, Isabi. Wanneer ik meer tijd heb, zal ik je die telefoongesprekken laten horen. Weet je. Maar, meneer Linscheer is een veiligheidsdienst die ik ben justitie, maar wij hebben ervan gemaakt. Nee, naar Bouta, weet je. Maar je moet niet naar mij luisteren. Laat me een stukje van de karik. Ga maar luisteren naar meneer Linscheer zelf, wat hij te zeggen heeft over Santoki. Ja, want hij heeft iets gezegd over Santoki, dus ja, luister maar zelf. We gaan luisteren, mensen, naar meneer Melvin Linscheer, de zogenaamde vijand van meneer Santoki, ja. Even kijken hoor. De veiligheid heeft vandaag op een persconferentie verklaard dat ex-minister Eugène van der San leugens heeft verteld. Linscheer heeft ook een kort geding aangespannen tegen van der San wegens smaad. De ex-Juspo-minister heeft namelijk ernstige beschuldigingen en verdachtmakingen geuit tegen Linscheer tijdens een maandag gehouden persconferentie. Van der San heeft onder meer gezegd dat Linscheer samenwerkt met VHP-voorzitter Chandrika Persat Santoki om het beleid van Van der San te torpederen. Linscheer geeft aan dat hij en Santoki een zakelijke band hebben. Buitendien hebben meneer Santoki en ik jaren, langer dan 20 jaar, nationaal en internationaal gezamenlijk geopereerd. Dus als Jan Santoki mij nodig heeft, dan belt hij me en dan ontvang ik hem op het kabinet. Niet ergens
in een hoek of in een restaurant. Dan komt hij op het kabinet en dan vraagt hij me als er de behoefte is om iets te vragen en omgekeerd. En ieder die ooit is op bezoek gekomen is, wordt met alle egards en met respect behandeld. En ik mag zeggen dat ik het Weeders heet ook zo heb ervaren. Van der San heeft ook aangegeven dat hij niet... Ja, Van der San is lastig, mensen. Maar je hoort het zelf, hè. Je moet deze mensen laten praten. En kijk, de Surinaamse bevolking begreep dit niet, jongen. Is dat niet... Van man kan tegen man die slikken. Die mannen hebben samengewerkt, ze kennen elkaar. Ja, in Sikat verband. Ja, ga maar zelf zoeken. Sana Sikat, de noem Skrivi met een S. C-I. Ja, Sikat. Isabi. Go Skrivi. Go de toetsen, de leesipje zo. Lepies revi, weet je. Dan weet je wat Sikat is. En dan, je ziet dat de man, die ze hebben altijd samengewerkt, mensen. Weet je. We hebben dat beeld van Feyenoord, dat hij, Isabi, waarbij de PG duidelijk kwam, zeggen toch, dat ja, maar ja, deze mevrouw heeft geen bevoegdheden. Het is gewoon iets in elkaar geknutseld door Bouters, dat hij. Maar ja, goed, mensen, ik zeg je, dat, de benoeming van Linscheer is meer een klap in het gezicht van de Maron, omdat mensen zoals ik gaan zeggen, dat ja, kies je mooi, weet je, je hebt nooit een poot uitgestoken om die mensen van Moiwana gerechtigheid te bieden. Ondanks dat er een ding is, een vonnis, ja. Ja, die, je hebt twee keer de kans gehad. Toen je bij Front was, heb je het niet gedaan. Toen je in 2010 tot 2015 regeerde samen met Boutersen, kon je het doen, maar je hebt het nagelaten. Ja, dus ja, kiesie mooi, weet je. En vandaar dat mensen weinig, hoe je dat ding, respect hebben, weet je, voor de binnenlandbewoners en met name mensen als Brunswijk. En dan kan je me negatief vinden, ja, maar ik ben ook negatief, Isabi. Het kan niet zo zijn dat er voor het eerst in de historie van Suriname, en mensen, Surinaamse mensen beseffen het nog niet, hè, omdat, weet je waarom, dat kwartje is nog niet gevallen. Atjawano faluite, Isabi. De manier beseffen dat hier, we kosten Rwanda, hoe toen aan Tutsi, maar ze zijn niet zo in zijn eieren. Fotoman go in het binnenland, hoe go fitting aan mijn kandra. Sernaman kier sernaman in Rwanda, Rwandese kier mijn kandra. Tak ja, hoe toen aan Tutsi dat na je zak, ja, Rwandese is er weer. En sernam udoa semsan dat hij, en dat hij naar moro bigisheng, samitun in sernam. If to junkie, Brunswijk 1 en die andere junk Boutersen bevindt dat ja, leren met dopa more belangrijk dan jullie. Ja, vandaag onomacht takkingsrevi dat het gaat om een drugsoorlog tussen twee drugsbenden. Uno kan takking, we zijn er niet rijk daarvoor. Dus we gaan onszelf en onze kinderen en volgende generatie gewoon bedonderen en belazen om te zeggen, ja, het was een binnenlandse oorlog. Ik heb altijd gezegd, de man heeft niet keren, no bat trobang amaronjere. De man saramaka, koroni. De man dat no babi, trobi, nanga no amaron. Dus, oh die hele binnenlandse oorlog. Nee, laat de geschiedenis prevaleren en met de juiste toedracht komen. Vandaar dat je ziet dat er in Suriname, uno sabu geschiedenis, omdat zij de altijd maar leegi uno, lee. Ja, actie maron sumakir boni. De molly altijd die. Maar Bonnie was toch een held? Vraag aan mensen in Suriname. Was Anton de Kom een Surinaamse held of was hij een Nederlandse held? Vraag hem dat. Isabi. Vraag aan Surinamers. Meneer Annie Bruma, hele zware nationalist. Ja, maar wat waren zijn werkelijke, daadwerkelijke motieven? Ja, wie zat er aan? Werkte achter? Abe Woroko Gisernang of Abe Woroko Nederland? Dat is acties revie. Dan moet ik op je brieksie dat je lees op je onderzoek. Isabi, dan ga je ook achter allerlei verrassingen aankomen. Zij nooit je bedenken. Maar ja, mensen, dat is een andere show. Dat is met betrekking tot die vraag van Linscheer. Dat mensen, nooit tjari en denk ik, dat man is samakandra. Weet je, als dingen, dat ik, ja, maar dat vafbouten, dus al die tijd dat man bij belazen bouten. Nee, als je van elkaar afhankelijk bent.
Ja? En je doet, je moet met elkaar samenwerken. Dan wat ga je doen? Ga je elkaar tegenwerken? Ja, dan ga je niks verzetten toch mensen. Dus laten we ophouden met die dingen. Isabi, ik krijg hier zo een dingen van een andere apper. 18 september is geen begrotingsbehandeling. Dan wordt het plan voor de armoedebestrijding gepresenteerd. Begrotingsbehandeling is in oktober. U hebt helemaal gelijk, ja. 18 oktober is, september is geen dingen. Kijk, dat ding is wettelijk, hè. In de grondwet vastgesteld dat de president van Suriname elke jaar voor oktober een plan moet indienen in het parlement om de, een begrotingsplan ook, Isabi, maar een, met een plan moet komen van hoe Suriname voor dit jaar wat ze van plan zijn om te doen en hoe, Isabi, of wat, even kijken hoor. En ja, dat moet je zo zien, Taki, er wordt gepland en er wordt geld tegenover gezet en dan wordt het aangenomen en dan is dat ding wet. En als je het nalaat uit te voeren, ja, dan moet je ook consequenties eraan verbinden. Taki, ja, moet je luisteren, ik kon, ja, Taki, Taki, ja, we gaan die begrotingbehandeling laten plaatsvinden zoals de grondwet voorschreef. Hier is dat plan, meneer de voorzitter van het parlement. En dit is de financiële mogelijkheden die we kunnen opbrengen om dat plan te realiseren. En we gaan eraan werken, Isabi. Goed, dan wordt het aangenomen en dan is het wet. Wet, mensen, wet. Dat want dat die doen, als dat niet schrijving, die nog voeren uit, dan kan je worden aangesproken erop. Isabi, even kijken hoor. Meester Sien over Linschier, wat een voortreffelijke reminder. Meester, u bent goed gedocumenteerd. Chapeau. Ik ga deze man ontslaan. Oké, okay, mensen. Kijk nou. Maar daarom zeg ik, kijk. Goed gedocumenteerd. Wij hier in Nederland, Mike. Uno, Edeno, Kaster. Is hebben gezien dingen nog helder. En ja, kijk. Die helderziendheid van ons. Soms aan een mooi. Want Surinamers willen nooit het ware verhaal horen. Isabi, ze namen een man tegen waarheid. En laatste tijd tegen ze naar mijn kritiek. De man, ik heb een koffie, wat ik de man jongens heeft, ik heb een naki. Isabi, de man is op zijn kritiek, terwijl, ja, kijk nou, dan ga je dat nonsens krijgen, zijn bakkerapot in, en het ook opbouwen kritiek, ja, afbreken kritiek. Mensen, kritiek is kritiek hoor, Isabi, of het nou opbouwend is, of afbrekend, of ja, middenmoot, de hel met dat ding, Isabi. Weet je, kritiek is kritiek, ja. En, mensen, ik ben blij dat je met me meedenkt en me deze vragen stelt. Laat me focussen op dat ding van die begrotingsbehandeling. Het staat in de grondwet. De president is verplicht dat te doen, hè, mensen. Isabi, dus hij kan daar niet zomaar van zeggen dat één meneer doet. Maar ja, je weet toch bij die periode van Boutersen. 2019 is er nooit een begrotingsbehandeling geweest. Die mannen hebben dat in 2018 gedaan voor 2 jaren. De man komt met een financieel plan naar de stand, omdat men wist van die verkiezingen zouden komen. En ja, de Nobewang doet niks, omdat het negatief zou uitpakken. Dus ja, daar zie je dat men met de wetgeving een. De man dat nog bij de stand, die mensen, laten we eerlijk wezen. Isabi. Dus ja, wetgeving moet je niet wezen bij Boutersen. Daarom met name wanneer hij de begroting. Behandeling ging behandelen in Suriname. Het was voor mij altijd een lachertje, omdat je al op voorhand weet. En dat is niet achteraf kijken hoor mensen. Achteraf kijken ga ik vandaag doen, want ik ben nog even aan het zoeken. Weet u, kijk, als iemand me dat vraagt van, hoe heet het, even kijken hoor. Dag meester Sien, met een vaste luisteraar van uw programma. Mijn vraag: op 18 september hebben we een begrotingsbehandeling in het parlement. Kun je dat vergelijken met Prinsesdag van Nederland? Groetjes, ik blijf luisteren. Ja, en die mevrouw M, die heeft dat gecorrigeerd. Het is geen begrotingsbehandeling, want ja, dat vindt niet in september plaats, maar in oktober. Maar dit is gewoon iets, omdat mensen kijken, nou, in Suriname. De man kibriede in Tori, de man kibriede in Sani, de man verteri de waarheid, hoe of wat, weet je.
Dus dan krijg je een probleem nu. Dat jongen daarvan hangt. Maar bij Sabi. Isabi, want ja, op podium zaten we daar bij Barry. Dat ga je zitten, ik kon een ja, maar je ging ervan uit dat je met normale mensen te doen had. Normale mensen zeiden dat, ja, kijk nou, Jereno, ik heb het geprobeerd. Het is me niet gelukt. Ik accepteer het. Isabi, you do it now. De bevolking heeft jou gekozen. Doe jij je best dan, Isabi. Waar ik steek heb laten vallen, sorry, Isabi mensen. Maar dit was mijn kunnen. En ja, er zat niks meer in. Dan was je klaar. Maar nu, jongen boycott, jongen doe alles aan. En ja, dan komen de lijken uit de kas. En die gaan de komende maanden nog meer komen. Vallen. En je kan niet plannen, mensen. Je kan niet plannen. Als je met een begrotingsbehandeling komt nu, dan heb je gegevens. Kijk nou, dat ding van die exploratierechten van Cosmos. Ja. En niet zo, weet je, krijg je nu een nieuwe speler. Op jouw grondgebied, waarvan je nooit van tevoren wist dat dit zou gebeuren. Ja. Als je zekerheid wil hebben, dan zeg ik, ja, dan had je beter moeten contracteren. Nee, dan moet je maar een keer plannen, die op Sardu naar Mark Waldijk, naar de man. Ja. Kijk, als ze zeggen, ja, maar ik heb International Public Law gestudeerd, ja, dan kan je dat eisen van hun. Ja, maar jongen, begin me voor toch. Had je daar niet aan moeten denken? Kijk, dit zijn gaten in je begroting. Want if nou, kijk, Suriname had bedongen, Isabi, in dat contract, dat je nou, oké, Cosmos is er in Gichel, maar what about me? Dan wil ik er ook wat van genieten. Ja, ik wil op zijn minst van die 250 miljoen hebben. En dan ja, Gichel, weer maar 150 miljoen. Isabi, dan had je jouw geld binnen. Maar het is het niet, omdat je... Laat me het openlijk zeggen, mensen. De mij, hoe raakt dat mee? Maar ja. Boters, dan moet ik niet maar. Sorry. Maar nu ga ik scoren, anders heb ik dat niet zien. Maar ook kies je wel, de president, ja. En dat ik kies dat niet, of die ene apper zegt. Voorschot is ingeburgerd, ja. Blijf je toekomst maar opvreten. Blijf je toekomst maar opvreten. Dat deed door het, oké, dat is mijn toekomst. Net als nu. Net als nu, in Suriname. Isabi. Alles aan ik omhoog, zei de, unjala dala, unjala euro, en ons dong, Isabi, une mek noti, net une mekki. Isabi, mensen, begroeting, maar laat me dat ding behandelen van die ene apper. Kijk, laat me er één ding uitlichten. In die begroetingsbehandeling ga je zien dat ja, en dan nogmaals, dat van 18 september is geen begroetingsbehandeling. Dat zijn de feiten die men tot nu toe heeft vastgesteld van de regering Boutersen, die aan het publiek gaat worden gepresenteerd. Ik ben er heel blij mee, zeg ik je eerlijk, want ik ben benieuwd en ik wil het graag weten. En ik hoop dat de Nekontakki, Sosoboto, Isabi, if he tak, ja, maar kijk, de man is hier, hebben daar corruptie gespleegd, zet die bewijsmateriaal er ook bij. Taku Kangolese, Tjunso. Ja. Kijk die nonsens bij EBS. Kijk daar wat er gebeurt. Isabi. Maar dat is een andere show, mensen. Kijk. Begrotingsbehandeling. De Montak over money toe. Ja. Eén van de grote opslokkers op het begroting van Suriname. Naar ambtenaren. Dat komt op die begrotingsbehandeling. En ik ga jou laten zien vandaag. Dat die... Deze begrotings, in elke begrotingsbehandeling van Boutersen, 10 jaar lang, is het genoemd die ambtenarenapparaat. En weet jij wat dat was? Er was één toverwoord dat de regering Boutersen heeft gebruikt. Rationalisatie van het overheidsapparaat. Wel, ik voel ook een rationalisatie van de man die zie. Ja? Het is heel triest, Isabi. Want ja, if in een gaskor kan je niks doen, mensen. Oké, we gaan even... Ik ga u meenemen naar een paar fragmenten weer. Isabi, ik ben die persoon... Van, meneer Hoes zeg, ik ben de meneer van de fragmenten. Ik ga niemand bellen. Ik ga jou laten praten, Isabi. En ik ga je dan confronteren met je eigen nonsens, Isabi. Maar goed, mensen. Ik wil... U laten zien dat je van de karing
hoe wij Surinamers elkaar bedonderen en belazeren, Isabi. En dan kijk nou, tegenwoordig, en je ziet, die Santokie zit ermee te worstelen, ja, over die ambtenaren, ja. Je moet een duidelijk standpunt nemen. Ik zou zeggen, je moet een duidelijk... Die standpunt hoeft niet mooi te zijn. En het is, hoeft niet goed te zijn, want dat is niet goed. Maar je zal een beslissing moeten nemen. En je moet mensen niet in het ongewisse laten. Geef hem aan duidelijkheid, dat brada, hier en ik moet hier wat mee, ja. En het gaat hem niet worden zo, Isabi. Ik ga u wat laten horen. Kijk, toen Bouterse verkiezing had gewonnen, zei hij dit. Weet je, goed luisteren. Er moeten dus regels komen om deze zaak te regelen. Te weten welke ambtenaren na een machtsovername moeten worden vervangen. En ik denk dat we dat voor eens en voor altijd moeten oplossen. Mevrouw de voorzitter, de continu factor is een van de meest bekende problemen van het ambtelijk bestel in de meeste landen. Het gaat hier om de vraag of de ambtenaren kunnen aanblijven terwijl hun regering is gevallen. Het gaat hierbij om de vraag: kunnen de ambtenaren aanblijven terwijl hun regering is gevallen? Mooi toch? Ja, 2010 was dit. Ja. Kunnen die ambtenaren blijven terwijl hun regering zijn gevallen? Nou, de regering Bouters is gevallen. Al die NDP-sympathisanten. Ja, het gaat om de vraag of je kan aanblijven omdat jouw regering is gevallen. Ja, gewoon terecht. Die is naar Gwentief Sedan. Dus ja, we gaan dat toepassen. Sorry mensen. Ja, weet je, dat gaan we doen. Snap je? Dus, kijk nou. Je moet gewoon duidelijkheid geven. Als dit de lijn is, die is aangehouden in Suriname. Ja, sorry, maar het is niet anders. Ja, zo opleiding. Isabi, even kijken. Dan ga ik u dit laten horen. Van wat hij zei over ambtenaren. Want ja, Noé, je weet toch, mensen is. Even kijken, waar zijn we? We gaan luisteren naar dit fragmentje. Wat hij over ambtenaren gezegd heeft. En dan aan het einde van al deze fragmentjes moet je een conclusie trekken. Want ik ga dat niet doen voor jou. Isabi, dat moet je zelf doen, maar met die gegeven informatie moet je tot een bepaalde conclusie komen, Isabi. Maar luister naar mensen. Dus wanneer de regering is gevallen, jouw regering, want ja, jij hebt erop gestemd en niet, dan moet jij tot een conclusie komen dat je moet lasbrokken. Dat is de regel in Suriname, ja. We gaan luisteren naar deze fragmentje van meneer Bouterse over ambtenaren. De vraag over het overheidsapparaat. Het geachte Breveld is van oordeel dat het overheidsapparaat inadequaat functioneert en te kostbaar is. De regering is ook de mening toegedaan dat het ambtenaarapparaat in de loop van de afgelopen decennia inderdaad verworden is tot een waterhoofdige organisatie die maandelijks zware uitgaven met zich meebrengt. Vooral de loonuitgaven. Ze vindt het ook noodzakelijk dat dit apparaat op behoedzame wijze moet worden gerationaliseerd. Rationaliseren, mensen. De opmerking van het geachte lid Misikaba dat de afdeling paspoort... Ja, dat is niet ter zake doenende. Maar goed, we gaan de ambtenarenapparaat rationaliseren, toch? Meteen, dat bij dat toverwoord voor Bouterse. En in een, hoe heet het? Je weet toch, als je dat zegt, dan moet je het ook uitvoeren. Want ja, als je het opneemt in dat ding van die, hoe heet het, begrotingsbehandeling van Suriname, dan is dat ding verheven tot wet.
En dan moet je de wet gaan toepassen wat je zelf gemaakt hebt. Snap je mensen? Dus ik ga naar eens aan dat die. Weet je. Dus je ziet dat die ambtenarenapparaat altijd een probleem is geweest. Kijk, in 2010 komt hij en zegt, meneer, je regering is gevallen. Ja, bifgoe, sorry. Dan ga ik mij in mijn zin zetten, want ja, onze regering is gekozen. Dus ja, sorry, maar ja, jij moet weg. Kort, maar krachtig. Stamt oké, moet dat ook doen. Al hoe pijnlijk het is en al wat voor reden je wil verzinnen, dat is de normale gang van zaken in Suriname. En dat moet je handhaven, klaar. Je kan komen, ja, we willen mensen niet broederloos maken. Niemand maakt zich broederloos. Surinamers hebben zichzelf broederloos gemaakt. Dat moet je weten. Dat moeten Surinamers gaan beseffen. Je moet Surinamers niet gaan pamperen. Isabi, dan gaan we dat die zoet houden. Moet je niet doen. Ja, dat we castratie, dat we protesten. Ja, ik zeg altijd één ding. Efasan de, meka kong. Efasan no de, meka tang. Ja. En van penja met penja. Dan laat je zien of je daadkracht bezit. Ga maar protesteren. Dan doen we dat hij. Ja. Het is jouw recht. Je mag protesteren. Het enigste wat ik kan zeggen van moet je luisteren. Als president van de Republiek van Suriname. Als mijn bevolking zegt dat ze op straat willen komen om te protesteren. Dan geef ik opdracht aan de minister van Justitie. Van de minister. Zorg dat deze mensen veilig kunnen protesteren, want het is hun democratisch recht. Ga ze begeleiden. En minom kosti, dat geen pikjes maar pot in een truck en trooi. Nee, ik wil dat niet. Die mensen hebben een democratisch recht om te protesteren. En ja, laat ze genieten van hun grondrechten. En jij gaat ze helpen en begeleiden. Ja, het is andere koek. Terwijl ook worden de mond plunderen, winkelen en alles aan dat in Amerika. Dat is andere zooi. Isabi, want ik kan dacht, ja, maar de prijzen zijn sky high, dus we moeten keer gratis. Nee, je moet afblijven met je poten van andermans eigendom. Dat moet je niet doen. Maar, ik blijf bij mijn onderwerp. We gaan luisteren wat hij van hier zo 2015 gaat zeggen over ambtenaren. Ja? We gaan luisteren, mensen. Mevrouw de voorzitter, al decennia lang wordt gewezen op de relatief grote omvang van ons overheidsapparaat. In het regeerakkoord van 2015-2020 is onder de noemer vernieuwing van de bestuurlijke orde aangegeven dat het staatsapparaat zal worden gerationaliseerd. Wat is het toeverwoord, mensen? Gerationaliseerd. Is dat weer? Het wordt gerationaliseerd. Ja toch, is toch prachtig? Ja, prachtig man. Staatsapparaat wordt gerationaliseerd. Weet u? We wachten niet op een rationalisatie. Til ik nou aan een man kom. Maar ja, het wordt wel gedaan door mensen. Een Spanische revie. Volhouden. Ja. 2016 komen we nu. En dan gaan we luisteren of dat staatsapparaat ook als zodanig is gerationaliseerd. Maar ja, heb je dan takken jaar in jaar uit en in een doing, omdat je gewoon een bange scheiter bent. Ja, ik ben een beetje moe voor. Ja, je regering is gevallen, dus wegwezen. Nou zit jij en ja, je hebt iets gekweekt, een ikarasani, een waterhoofd, een chimbakru, ikweki. Is dat weer? Dus ja, zeg ik tegen mezelf, deal with it. Nou, je me kent toch. Als nou, je me kent, Sani, moet je het ook oplossen. Want ja, ja, de tijd ervoor, je hebt het zelf tot wet verheven dat je het staatsapparaat gaat aanpakken. Maar ja, net als hoe Santoki nu ervoor zit, dacht ja, maar mijn vrienden protesten naar de Sani, dat jongen van hem. Is dat weer? Ja, dan, sorry, maar dan ja, moet je maar aftreden. Laten we het zo zeggen, want als je het goed kan uitleggen, dan kijk, wij hebben onze toekomst opgevreten. Hoe dan? Ja, kijk, met dat ding van die dingen, die ambtenaren. Ja,
We hebben onze toekomst opgevreten. Samen met al deze ambtenaren. Hoe deze man heeft nagelaten. Om die toekomst veilig te stellen. En nu zit het op het bord van deze komende regering. En die moet het gaan oplossen. En ik heb haar hard hoofd in of ze het willen oplossen. En ik kan het begrijpen. Waarom moet ik troep gaan opruimen van de vorige persoon? Je had je troep zelf moeten opruimen toch? Maar, dit is 2016. Dan gaan we luisteren wat hier gezegd wordt over dingen. Of die moet rationaliseren of ze dat moet doen. Isabi, we gaan luisteren mensen. Hoewel niet nadrukkelijk door uw college, is gevraagd naar het personeelsbeleid van de overheid. En kijk mensen, hier zo is iets moois aan de hand. Hoewel niet nadrukkelijk is gevraagd over het personeelsbeleid naar de overheid, wil ik er toch wat zeggen. Ja, maar jij te gaan jaar in jaar uit, joh, rationaliseren. De man zegt, ja, is lastig hoor, nee, actie maar, want ja, je bent niet mans genoeg om het op te lossen. Dus wanneer hij zegt, hoewel er niet expliciet is gevraagd naar dat ding, ja, komt dat gewoon Sander over, hè. Want Milo doen we het toch, dus het heeft geen toegevoegde waarde. En dat is heel vreselijk zielig om dat te moeten horen. Isabi, dat ja, de man zijn in het parlement, nee, ik kom actie morgen, want ja, jouw actie, altijd niet was dat niet, maar je hebt dat gaan doen. Want ja, afreden protesten naar de Sandati. En ja, dan krijg je problemen. Dus, ga maar luisteren weer wat hij zegt, ja? Hoewel niet nadrukkelijk door uw college, is gevraagd naar het personeelsbeleid van de overheid, acht ik het, mevrouw de voorzitter, toch wenselijk hier een enkele opmerking te maken over de beleidsvoornemens van de regering. Van de beleidsvoornemens van de regering hieromtrent. Het beleid is gericht op verdergaande rationalisatie van de... Daar gaan we weer, rationalisatie. Het in de bedoeling ligt om een sterke particuliere sector... Oké, deze keer komt er een iets anders erbij. We gaan een sterke particuliere sector ontwikkelen. En dan ook aan Hevel, de ambtenaren, gaan aan een sterke particuliere sector daar zo. Oké, is een heel goed plan. Weet je, maar ja, alleen de uitvoering een beetje. Dat moet er gaan geschieden. Luister maar. Tot stand te brengen. Deze zal in staat zijn de nodige werkgelegenheid te scheppen, welke ook de potentie zal hebben om, op een positieve wijze werkers uit de publieke sector aan te trekken en tegelijkertijd inkomsten genereren te zijn. Hiertoe zal de regering een voorwaarde scheppend klimaat tot stand brengen, waarbij tevens het klein- en middenstands ondernemerschap zal worden gestimuleerd. Ja, hele mooie plan. Eigenlijk zeg ik van kijk, zo hoort het. Isabi, je stimuleert een klein ondernemers. Je moet niet geld gaan geven aan bestaande ondernemers. Moet je niet doen. Je moet het geven, investeren aan deze, deze ambtenaren. Om te zeggen, nou Jere, nou, kijk nou. Je moet komen met een plan om af te vloeien. En ja, dan ga ik je ondersteunen. Heb je een beetje kapitaal nodig voor begin van een hossel of een sani, dan is het niet. Maar er is hier niet van terechtgekomen, mensen. Isabi. Maar je ziet dat toverwoord, hè? Rationalisatie van het overheidsapparaat. Ja, 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 ja mensen. Weer in de hoor. Isabi, maar het is niet anders. Want ja, wanneer mensen niet willen, dan kan je van alles doen. Maar ja, en ook, en go, Isabi. Dus, het is vreselijk, vreselijk moeilijk in Suriname, Isabi. Omdat ja,
Mensen kijken naar hun belangen. En als je kijkt naar je belang en in je kijkt naar algemene belang, waarvoor je in eerste plaats bent aangesteld, dan zijn de rapen gaar. De rapen zijn totaal gaar en je kan er niks en ook niks aan veranderen. Isabi. Maar mensen, wat is het geval met ambtenaren in Suriname? Dat moet je ook weten, Isabi. Want het kan niet zo zijn dat die Surinaamse mensen niet weten, een beeld hebben van ambtenaren in Suriname, Isabi. Want kijk, tegang op vakantie, dan, word je ermee geconfronteerd, Isabi. Dus je moet toch een bepaald beeld hebben daarvan. Nou, ik zeg van, moet je luisteren, kijk, AHR gerationaliseerd heeft niet plaatsgevonden. Dus, die ambtenaren zijn zo gebleven en er is geen verandering gekomen. En dan zeg ik van, oké, goed. Geef een beeld van die Surinaamse ambtenaren, ja? We gaan luisteren naar meneer Ramsahai. Hij gaat je een beeld geven van de Surinaamse ambtenaar. Wat je moet verwachten van hem. Ga maar luisteren. Voorzitter, ook wil ik het ministerie van RO vragen, het ministerie van RO vragen, of er geen voorschriften, richtlijnen of voor vereisten moeten zijn voor personen die bestuursambtenaren worden. Voorzitter, ik heb nooit een sollicitatie gezien waar men kan solliciteren om bestuursambtenaar te worden. Maar wat ik ook in het veld zie, is dat er mensen die niet eens een glo-diploma hebben, bestuursambtenaar worden. En deze mensen moeten dan naar een IBAS-opleiding, maar er is al zeker twee tot drie jaar geen IBAS-opleiding. En de mensen die de IBAS-opleiding hebben gevolgd, krijgen ook geen bevordering om verder te gaan in het apparaat. Dus ik wil de minister van RO vragen om dit duidelijk uit te leggen, zodat we weten wat er daar gebeurt. Zodat we weten of er ieder bestuursambtenaar kan worden. Want een aantal maanden kan de man ook wel scoren de motor om bestuursambtenaar. Misschien is dat mogelijk. Dus laat de minister ons vertellen wat er daar gebeurt, wat er met IBAS gebeurt en wat de vereisten zijn om bestuursambtenaar te worden. Voorzitter, ik heb zeker... Ja mensen, dat is meneer Ramsahai. Weet u die dit ding aankaart? Heel triest, Isabi, maar ja. Ik zeg je, hiermee worden Surinamers dan geconfronteerd. Theo Gassenang. Kijk, de Surinamse burger ook natuurlijk, maar waarom moeten wij hier mee worden opgescheept met die rommel van Suriname? Dat is mijn vraag, Isabi. Maar ja, if you guys scoren mensen, deitron ambtenaar, dan hebben we toch een probleem. Laten we eerlijk wezen, Isabi. Als je niet eens, je hebt niet eens een glo afgemaakt en ja... Helemaal schrijfjes, Riffie, maar je bent bestuursambtenaar, bestuursopzichter nog erbij. Isabi, kijk, als je doet die administratie of wat dan ook, dan kan je nog zeggen, maar dit is een hele hoge functie. Bekleden als bestuursopzichter, vind ik hoor, want je krijgt bepaalde bevoegdheden en taken. En als je dat ding niet naar behoren kan vervullen, ja, mensen, sorry hoor. Isabi, dan zeg ik van je, hoe? Isabi, aan de kant toch? Dat is één meneer hè, die dat ding gezegd heeft van die bestuursambtenaren. Maar, en u weet toch, opleiding, dat onderwijs, en dan praat je over mevrouw Lilian Ferrier destijds. En ja, dat is ook zo'n figuur, mensen, lasting. Die zat er gewoon voor dat salaris. Verder heeft ze nooit wat gedaan en betekend voor de... Voor het onderwijs en Suriname.
betaalt het gelag nu, Isabi. Maar luister naar deze meneer. Ja. Misschien gaat hij hier wel verandering in brengen, omdat hij nu aan de macht is. Goed luisteren. Voorzitter, ik heb tijdens het betoog van het Blind Raadsgehuis iets heel interessants gehoord. En het gaat om de bevorderingen van bestuurambtenaren. Voorzitter, we weten dat jaren geleden deze dienst zwaar gepolitiseerd was. En vandaar dat toenmalige minister Felicie de IBAS-opleiding in het leven had geroepen. Om te proberen die functie en bevorderingen te koppelen aan studie. Nu horen we dat mensen worden bevorderd die niet eens kan schrijven. Ze kunnen niet eens schrijven. Dus ze voldoen niet aan de eisen zoals vervat in die functieomschrijving. We doen een beroep via het lid aan de regering om hier naar te kijken. Het is een heel mooie dienst. Ik ben zelf onderdeel geweest van de bestuurdienst. En we willen dat die voort moet kunnen leven. Maar verder, voorzitter. Ja, mensen. Heel triest, Isabi. Maar ja. Dat is de harde werkelijkheid van Suriname. En je ziet ze op zijn senator, democratie, takia. Ze hebben dit probleem zelf gecreëerd, Isabi. En ja, die mannen laten het gewoon op zijn beloop. En ja, moet je luisteren, mensen. Niemand maakt zich druk. Nou, man. Waarom ga je druk moeten maken over dit soort dingen in Suriname? Dat was ik niet hoor, dat was meneer Frits James, hij zit aan de voorkant, hij zit te niezen. Dus meteen toch een oorus, maar heb je last van, oh, waarom weer niet zie, weet u, maar dat ben ik niet en zo. Oké mensen, even nog wat aan u verduidelijken en dan... Luister naar deze mevrouw. Zij gaat ook een bijdrage leveren. Dit is mevrouw Danielle Sumter. Zij gaat wat zeggen over ambtenaren. We gaan u een beeld geven van de doorsnee ambtenaar in Suriname. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, met betrekking tot stuk 19-15-67, waar er gesproken wordt over... het duperen van burgers, zou ik daar even commentaar op willen geven. En dat heeft eigenlijk te maken met het gedrag naar burgers toe wanneer ze gebruik maken van diensten bij kantoren van de overheid. We weten allemaal dat de meeste werkplekken een gedragscode hebben van hoe men moet omgaan met klanten. Mijn probleem is dus in deze, dat ik heb gemerkt dat het niet alleen bij CBB-kantoren plaatsvindt. En natuurlijk de goede niet nagesproken, de goede ambtenaren niet nagesproken die klantvriendelijk zijn. Maar het blijkt toch wel dat er klachten zijn van klanten die gebruik maken van overheidsdiensten, de overheidskantoren. En het blijkt dus dat ze behalve gedupeerd... ook wel gecriminaliseerd worden en er wordt heel ruw tot ze gesproken. Heel mooi hè mensen, ja. En dan kijk, zij kaart iets serieus aan. Maar dan moet je kijken, een parlementsvoorzitter, die moet opkomen voor de belangen van de Surinaamse natie, dat dit ding niet meer gebeurt en dat we er echt expliciet aandacht aan gaan besteden. Weet je dat zij datzelfde gedrag vertoont? Ja? Ik ga niks zeggen, ik ga mijn mond houden. Want je gaat kijken wat er met haar gebeurt, ja? Door die voorzitter, ja? Want wat gaat ze doen? Kijk, zij is vreselijk negatief. En dit is een parlementslid van de NDP zelf, hè? Mevrouw Sumter. En het is een... Ze was pas benoemd. En ze kaart dit aan. En ja... Als je dit doet, dan gaan ze zeggen, ja, maar je hebt geen ervaring, je moet je mond houden, want ja, je wordt een kwaad daglicht. Dus die Simons gaan dat gesprek afkatten.
Ja, oké, okay, goed, Isabel. En dan gaan we verder bij die andere. Die, Isabel, want dit soort dingen moet je niet naar buiten brengen. Ja, maar kijk, volg dat relaas en kijk naar wat ik je verteld heb over het handelen van Simons. Want ik vind dit belangrijk, wat zij aankaart. Ja, weet u, als het, ik vind dat dit verhaal verteld moet worden. Weet u. Dus even, hoe heet het, goed luisteren weer naar mevrouw Sumter. Ja? Natuurlijk, de goede niet nagesproken, de goede ambtenaren niet nagesproken, die klantvriendelijk zijn. Maar het blijkt toch wel dat er klachten zijn van klanten die gebruik maken van overheidsdiensten, de overheidskantoren. En het blijkt dus dat ze behalve gedupeerd ook wel gecriminaliseerd worden en er wordt heel ruw tot ze gesproken. Met betrekking tot het criminaliseren wil ik daarbij dan ook een voorbeeld geven. Het gaat dan bij name om belastingen, de belastingskantoren, waar de mensen dus gevraagd worden binnen te komen. En het dus blijkt dat er heel ruw wordt gesproken tot de mensen. De mensen beschuldigd worden van zaken, terwijl we weten dat ondernemerschap iets heel belangrijks is voor Suriname en voor deze regering. Concreet gaat het mij erom dat als we weten dat wij ondernemerschap stimuleren, dat we weten dat we ook moeten weten hoe we omgaan met mensen, vooral als de mensen op de meest vriendelijke manier komen bij de belastingsambtenaren, informatie willen hebben van... Ja. Let boven. Duidelijk. Huh? Dus die microfoon is uitgemaakt. Ja, duidelijk. Ja, goed. Wegwezen. Ja, en nu vraagt ze buiten de microfoon. Mag ik even mijn dingen afmaken? Afronden? Isabi, luister naar die reactie. Hè? Stelt u uw vraag dan. We hebben vandaag zo verschillende momenten die uitzondering gemaakt. Stelt u uw vraag nou direct. Oké. Concreet gaat het erom dat ik van de regering wil weten wat ze gaan doen hieraan om ervoor te zorgen dat de mensen niet gecriminaliseerd worden en dat er juiste gedragsregels komen bij dit soort kantoren. Dank u. Ja, bedankt. Ja, naar boven hoef je niet te luisteren, want die heeft geen toegevoegde waarde. Maar goed, mensen, je hebt een beeld toch nu van hoe of wat over dingen. Kijk, en u weet, dit wordt gezegd in het parlement, ja. En als je iets zegt in het parlement, wordt het opgenomen in de handelingen. En als je, ja, het hoort in, en het wordt opgeschreven en dat wordt als juridisch feit aangekaart, Isabi. Dus in een migrap naast aan het, weet u. Dus, ambtenaren mensen, begroting, ze drukken op de begroting. Je moet ze betalen. Ze leveren geen toegevoegde waarde. En je zit met dat ding, de bevolking heeft last van deze mensen zelf. Isabi, moet je het voortzetten? Ja, ik weet niet. Maar hoe zit het met die bevolking van Suriname dan? Ja, oké. Laten we eentje horen. Je weet toch, ik wil mensen die onbekend zijn een stem geven. Maar naar de bibi man, nee koti. Aan de tak mi nee koti, ja. Je hebt mij niks te vertellen, Isabi, want ja, laat dat ding, de kleine man, weet je, laten we ze een kans geven. Jere, mevrouw Teuntvoort gaat jou een verhaal vertellen, wat ze heeft meegemaakt met ambtenaren. En ik zeg je, voor mensen die een beetje gevoelig zijn, liever zou je op, ik wil me gewoon chidringen naar de sandati, en dan begrijp ik dat hij daar komt bakken, want het is niet leuk om aan te horen wat haar is overkomen. Isabi, die is nou een ma, een apching. Deze mevrouw heeft een zoon. Die zoon kan niet lopen en die moet geopereerd worden. En ze vraagt hulp aan een ambtenaar en dan gaat ze jou vertellen wat haar relaas is. Dus laten we horen, luisteren naar het verhaal van mevrouw Teuntvoort. Hij tent op Witboiti en dan min af Tegi, Isabi, Witboiti. Een van de armste plaatsen van Suriname, mensen. Maar ik hou mijn mond. Mensen die gevoelig zijn, stap op en ga wat drinken. Luister naar het verhaal van mevrouw Teuntvoort, wat ze te vertellen heeft. Mevrouw
Tuinvoort. Is hij aangemeld bij sociale zaken, uw zoon? Jawel. Voor als steun. Ja. Om vanaf wat denk ik is steun? Vanaf die abi van mijn voorjaar. Nu is hij 9. Ja, dat ik zie. Maar als wij kantoor bij de eerste naar weer, dan naar de konak zo in de straat. Maar nu, aboy alas toen in een jaar die zie. Mi te fosa kartak ba drimu fosa kartak ba dem do anfrag da mi go do anfrag na kuso ina strat in mei dat was in mei di mi go do anfrag da de kolumina oso pe meta wande do his undershoot da amo fro konde lu ko de tak min kuso wande ko teken dim go go teken mi staka kantoro tapo da mi go na uf kantor water kan da de teim dak mik mi go na gra van strat. Dan mi go dat per het hem dat ik mijn wakti. Mijn wakti, mevrouw Federer zegt mijn wakti. Kan die ook op. Dus mijn wakti. Maar dat mijn ook is money. Want de karta ook is aan ook ba. Dat ook verder. En dat kan die ook op wakti. Zo mijn wakti. Mijn wakti te Nicolas. Ef aan een wamu na natumu. Dan mi go dat ik mijn go puruan tra. Zijn fijn zo erg. President. De minister zijn veel zo erg. De piramide. Zou ze precies mevrouw Tuinvoort? Adis mi moestakje de piramide graaf van straat. De zijn mi tak mingo poer. Want dokters verklaren na aset. Want die accepteren een polykliniek. Me dak oké, dan mi go bak na dokter of des ma sa is don da pe sere sabi dak so dat ara papira e ko porjo mi lek de e de dak det kani de no sababu de ko oso to dokter of ese nit mi drai go paka dingo da pe mi tay mo vro fine dokter of no de ago et landa ano da go na fakasi atak ni yo mutate ba wat web ambo wes no da mi dak ma te ni me skol wa mi be char kon ba ma sroto na kantoro atak oki dam go paka da dim go baka dokter of no kon da na wan dokter sani yep mi da me ka papira gimmi dam char kon gideng fosi dami las muero na amoni dat me pai school bus school for four gi aboy me abi actor tales and te las wis na dream wi lasi terem bi gi pai de ne gi a dream and na tumum mino kis money fa boy pe min pai a chauffeur. Ja, ik ga ook kappen hiermee, want het is vreselijk en om haar verhaal aan te horen, mensen. Isabi, die is nou een Sanama, ambtenaar, die is ingesteld. Ik behandel een Surinaamse burger, Isabi, die een dienst moet verlenen aan de Surinaamse burger. En ja, als ambtenaar, lukusai doen aan een Surinaamse burger, Isabi. En dan ten man, ik ram ze haitag, ja, maar ik kan leggen uit, want ja, de man hebben een groot diploma, schreef hij. En mensen geloven, Isabi toch, naar lager school, gewoon lager onderwijs. Dat naar geloof. Dat was toch zesde klas, toren, takkie. Dat schreef de man abi. Maar de man trom bestuursopzichter, de man schreef in alles aan en dat die krijgen. En dat is die, hoe je dat ding? Ambtenarenapparaat van Suriname. Die epper die vroeg me van die begrotingsbehandeling naar de Sanatie. Ik heb er eentje uitgelegd. Ambtenaren, je gaat zien, deze mannen zorgen voor een vreselijke budget. Ja, die de regering moet komen voldoen. En wat krijg je ervoor terug? 0,0. De Surinaamse bevolking spuug op ze. Maar de Surinaamse bevolking, 60% van het, goed luisteren wat ik zeg, 60% van de beroepsbevolking, hè? Ja, Yusabi zijn een beroepsbevolking toch, 60% van die mensen zijn ambtenaar. En dan doe ik van mij om naar de man die zie, die burgers, weet u, het is niet leuk mensen, daarom, mezelf bij het draaien, dat je ziet aan libisme, in Sernang, kijk, of naar Oeganda, en Tanzania, India, Calcutta of waar. Ja, dan is het toch een beetje ver van je bed. Aan een boom, in een verre boom. Maar ja, dit is Suriname. Dat is de plek waar wij
hebben gelopen, gespeeld, Isabi, hoe doe ze niet, weet je. Dit gebeurt er. En dat het doet je wel wat natuurlijk, Isabi. Maar ik ga gewoon tot de orde van de dag. Libidesenergie, want dan ga je gevoelsmatig bezig zijn en dat moet niet. Gewoon focussen. Jerena. Je hebt gezien in het begin, jouw regering is gevallen, brada. Jij bent ook gevallen, dus wegwezen. Dat is de stijl die in Suriname wordt aangehangen. Zou toch je harde knop door? Geef duidelijkheid. Jere, Bouters heeft gezegd in 2010, je regering is gevallen, dus je moet weg. Nou, aan het tak om dat ding te doen? Nee, onzin. Gewoon terecht. If na Sunny, in 2015, Aman Kong, ja, toen was zijn regering, in ieder geval, was een voortzetting, dus ja. Hé, alle ambtenaren, hé, hey, baas, we zijn niet gevallen, dus we gaan door, ja. En 2020, ja, je bent gevallen, dus de regel van 2010 gaat in, weet je, aan het tak om dat te doen, nee, 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 nee. Ja, gewoon terecht mensen, custom law, we gaan dat doen. Dat was dezelfde regel, ik weet er niet vanaf, en ja, goed. Je regering is gevallen, jij moet plaatsmaken. En je begint gewoon bij de, hoe die, mensen die ongeschoold zijn, die daar niet horen. Ja? Kijk naar dat voorbeeld van mevrouw Patricia van Ommeren. Wees eerlijk naar mensen. Weet jij wat voor schade deze mevrouw gaat richten? Als beleidsadviseur. Die zijn een bestuursopzichter. Nee, beleidsadviseur. Ja? Ik zou dat gewoon, if me ben een afkat in Sernang, Isab Sambo doe, ik zou het elke dag aan de rechtbank vragen van moet je luisteren, ik wil deze rechtszaak als voorbeeld gebruiken voor Surinaamse politici in spe, voor politici, gewezen politici en voor de Surinaamse gemeenschap in zijn geheel dat je dit niet mag doen. En wat bedoel ik dan? Ik zou vragen, trakteren, we gaan een rechtszitting houden op tv, we gaan het op tv zenden, live, ja. En wat gaan we doen? Ik ga die mevrouw Patricia van Ommeren en meneer Misikaba, ja, aanklagen. Ja, en dan ga ik je laten zien dat Misikaba handelingsonbekwaam is. Hoezo handelingsonbekwaam? Ja, een paar voorbeelden van handelingsonbekwaam. Minderjarig, in Odoro, 18, in Suriname is het 21. Bij sommige dingen, want Isabel, want ja, het verschilt weer. Maar ja, goed, handelingsonbekwaam, leeftijd, ja. Maar handelingsonbekwaam wil ook zeggen dat ja, die man is gebrekkig ontwikkeld, hij heeft een ziekelijke stoornis. Daar zou ik het op spelen. Misikaba kon nooit een arbeidsovereenkomst hebben gesloten met iemand die ongeschoold is als beleidsadviseur. Dan zeg ik, hij is gebrekkig ontwikkeld. En ik zou het gaan pleiten, verdedigen en bewijzen dat het zo is. Ja? Ik trek alles uit de lade om dat te laten zien, zodat je weet, je moet mensen... Weet je, je moet namen, names en faces noemen in Suriname, anders gaat het niet ophouden in Suriname. Want wij zijn vreselijk diep gezonken mensen, Isabel. En daarom zeg ik van kijk in mijn programma, wanneer jij je beledigd voelt, ja bel maar. Ja, dan kom je erin. Ja, toevallig niet dat mis aan, want ik wil mijn verhaal doen, maar goed. Dinsdag is het goed gemaakt. Maar ik ga jouw naam wel noemen, Isabel. Want kijk nou, dit ding werkt niet in Suriname. Ja, als je in de staan als ik, eerste generatie die uit Suriname komen, we zijn vreselijk anders ingesteld mensen, Isabel. Gewoon knopen doorhakken, duidelijkheid. Luister, dat jouw baan heeft geen toegevoegde waarde voor de Surinaamse natie. En ik kan je niet behouden. Ja, en dan, ik kan ook klagen, broederloos en dit, dat. En ja, er gaat gestaakt worden, vakbondsleden, de man begint schrappen, oeroe. Ja, weet je, wij gaan door deze storm heen moeten komen. Maar Suriname gaat gered moeten worden. Weet je mensen, want ja, deze mensen zorgen voor de ondergang. Voor de ondergang. Je kan nooit meer dit geld opbrengen om deze mensen te betalen. En de man die zie, ik klage dat je de goede prijzen zijn omhoog gegaan. Ja, omdat dat geld dat we nodig hebben. Ja, om ervoor te zorgen dat de economie draaiend houdt.
draaiend wordt gehouden, wij dat aan jou moeten geven. En dat je verwacht nog een beetje, kijk, mijn sorgoejo, ja, die een salaris, plus mijn sorgo dat die verrekaring prijzen naar beneden gaan. En ja, maar ja, jij produceert niet. Je produceert niet. Ja. In Suriname moet er iemand opstaan en gewoon zeggen, dat je luister nou. En mensen, je weet toch, ik heb van die vreemde ideeën. Laat iemand opstaan, en dat gaat lachen worden, hè, want de man nou begrijp ik. Zeg tegen elke ambtenaar, ja, moet je luisteren, kijk nou. Jullie ambtenaren weten precies wat er speelt. Je weet precies wat er speelt, je weet precies wie die rotte appels zijn. Oké, daarvoor had je mensen, je chef, je baas of noem maar op, die je kan bedreigen en zeggen dat ja, even moeilijk met Poerio. Nou, weet je wat ik doe? Ik ontneem alles, alle macht van zo'n baas. Je baas kan jou niet ontslaan, of je chef, of noem maar op. Niemand kan je ontslaan. Maar ik wil dat er onderling een discussie komt tussen jullie. Ja, want als jullie het niet doen, dan ga ik het doen en dan ga ik mensen aanwijzen. Jullie gaan onderling, je weet precies wie die rotte appels zijn. Je weet precies wie komt en gaat en niet werkt. Ja? Jij komt en jij gaat zeggen van moet je luisteren, onderling gaan we afspreken. Kijk, sorry, maar jij moet weg, want je functioneert niet. Ja? Onderling, regering van Suriname, maak het niet tot jouw probleem. Maak het tot een ambtenarenprobleem. Laat die ambtenaren het zelf oplossen. En als ze het niet willen, dan zeg je, oké, ik heb jou de kans gegeven. En nu gaat het mes erin, mijn koti, dan mijn puro. Isabi, ambtenaren onderling gaan het regelen. De man sabi tak, hey, maar ja, moet je luisteren. Aman is bij de bouta, maar joh, want ja, luk of aman du peru, al die tijd. No, daarom functioneren we niet. Dus iedereen gaat zeggen van, ja, moet je luisteren, hij moet weg. Ja, nou, goed, daar komt hij op een lijst te staan, hij gaat weg. Jouw chef hoef je niet druk om te maken, want die heeft niks te zeggen daarover. Ontneemt hem dat recht, Isabi. Ga zelf met elkaar bediscussiëren wie weg moet. Maar dan noem een getal regering van Suriname. Tegen de man gewoon, 20.000 man moet weg. En als jullie het niet doen, dan ga ik ze aanwijzen, Isabi. Dat is andere denkwijze wat we in Suriname niet gewoond zijn. De man kost onnoteerd, is hij de man van de diaspora? De man kost je helemaal. Nee, neem het niet tot jouw probleem. Maak het niet tot jouw probleem. Het is een ambtenarenprobleem. Jij kan niks doen voor deze mensen. Deze mensen zijn onverbeterlijk. En als zij willen doorwerken als ambtenaar, moeten ze met een lijst komen van ja, die man gaat weg om die en die redenen. Er is een commissie ingesteld, leg het voor. En als die commissie zegt van, moet je luisteren, kijk nou, je hebt gelijk. Oké, dan gaat deze man weg. Isabi, dan krijg je een sfeer op het werkvloer dat prettig is. Mensen werken met elkaar. Je gaat wel clubjes krijgen, maar dat moet je, al die, dat hele clubje, moet je gewoon opdonderen. Vooral als ze gelogen hebben en de boel belazerd hebben. Dat ik wil voor additie, want ja, abbe, moeilijk hoe die story. Ja, dat moet je even onderzoeken. En dan heb je een reden om te zeggen, ja, maar kijk, ik heb je de kans gegeven. Je hebt de kans genomen om jou valse praktijken voor te zetten, mevrouw, meneer, opdonderen. Isabi, even kijken hoor mensen. Nog wat even hier zo. Kom op. Goedemiddag, meneer Singh. Mishikaba heeft de universiteit bezocht. Dus let op je taalgebruik. Groetjes Ron. Ja, ik blijf zeggen dat Mishikaba ziekelijk gestoord is, Isabi. Want als je de universiteit hebt bezocht, ja, en zo'n stunt uithaalt, dan ga ik niet op mijn taalgebruik letten. Weet u, dan daag ik Mishikaba uit om mee, met mij in gesprek te gaan. Wat ik, ja, ik zou hem niet aanraden, maar if je hier een idee met de universiteit, dat je Mekwansma, lijkt mevrouw van Ommeren, ik noem ook een naam, Isabi, dan. Jouw mekelijk beleidsadviseur, dan zeg ik, dacht, ja, kijk, je hebt een universiteit doorlopen, maar er is iets niet in orde met jou. Weet u, dus Ron, sorry, maar ik ga toch zeggen van Mishikaba, heeft een ziekelijke stoornis in Edoing. Weet je, zoals aan hier. Want kijk, weet je, heb jij naar die mevrouw geluisterd, die ik heb afgedraaid, sang de man die zie Edoing, ambtenaar naar Surinaamse burger, dat na visje me voor door, hoor. Dan ga je anders praten. Tedo,
tedo pina yo, tedo moeilijk yo. Dan ga je zeggen, ah jong, akuliman is baleti. Isabe, dan ga je zeggen. Maar zolang ze aan de dame voor hebben we de luxe. Om ja, je moet je luisteren jong, isabe. Weet je, het is nog erger wanneer er gesteld wordt dat je aan een missie geweest op de universiteit geweest. En dat toch hij doet zo en zo niet. Dan moet hij dat toch weten dat hij dat niet mag doen, mensen. Isabe. Dus, dat is mijn antwoord erop. Maar bedankt voor je reactie, Isabe. Maar dit is mijn ding, hoe ik daarop reageer, Isabe. Ik vind het goed en leuk dat je me hierop aanspreekt, Isabe. Mensen, blijf die app sturen hoor, Isabe. Oké, okay. Even kijken hoor. Ja, goed. Want ik moet bijna gaan overdragen, meneer Fritsdien. Luister naar mensen. Ik zeg je, kijk, deze regering moet anders gaan leren denken. Hé, hey, luister, er is een ambtenarenprobleem. Ambtenaren, eerst los het op. Wil je het niet doen? Ja, goed. Dan heb jij mij de vrije hand gegeven. Dan ga ik het oplossen, deen om klagen. Dan gaan er, ja, mensen aangewezen worden om te zeggen, ja, wegwezen jij. Wegwezen, Isabi. Is net als dat ding nu, wat er gezegd wordt over de koers. Ja, unificatie. Dan is dat. Maak het niet jouw probleem. Is de markt gaat werken, ja? Maak het niet tot jouw probleem. De centrale bank, hou je even koers. Ga niet bepalen over koers. Laat dat ding vrij. Laat dat ding in een val komen. En dan zie je waar het schip strandt. Maar als je goed tegen iemand zegt, ja, maar dat ding wordt 14. Weet je? Ja, de eerste reactie wat je gaat zien, is op de zwarte markt gaat het zijn, ja, maar als je bijna mee met G16, dat is mooi lafie toch, dat je regering. Ik kan aan 14. Je lijkt wel Bouterse, jongen toch? Isabi Bouterse, kom ik mijn valuta uit. Jij komt nu bepalen dat de koers 14 moet zijn. Maar heeft Miwan Sering die 16, hoe dan? Ja? Dan heb je jezelf voor schut gezet. Laat het aan de markt over. Weet je, dat is mijn stelling voor vandaag. Mensen, ik ben begonnen door te vertellen over dat ding van Kosmos Energie. Ja? Ik heb je laten zien, takkie jongen, de mannen spiet in een schaduw voor zijn naam. Ze heeft heel lastig, takkie, wanneer er programmamakers zijn die zeggen van ja, kijk nou, we moeten gaan onderhandelen met die mensen en dat soort dingen. Ik wens je veel succes. Dat ding van meneer Linsgeer heb ik je laten zien. Noem ik iets met jij en ik wil Linsgeer en Santoki hebben jarenlang samen moeten werken. En dan bouw je een relatie met elkaar op. Sabi, ik heb je gezegd van Linsgeer, ja, is een klap in het gezicht van Brunswijk en Akise mooi. Dat die de man nakke een klap in een visie, weet je, want hij had eerder moeten opstaan om te zeggen, Samaga vonnis wil ik hebben, Kadinja en Lokona vonnis wil ik hebben, en die Moiwana vonnis, Mina Buskondrisma, mijn Jebden Buskond, heeft hij nooit gedaan, nooit, doe maar niet. Ik heb je dat bandje laten horen van mevrouw Deelto, wij klagen over een zoon, Sambrunswijk dan, hè. Goed zo, weet je, ga je eigen conclusies trekken. We hadden een vraag over de begrotingsbehandeling. Ik heb jou laten zien. Derde dinsdag van september, aanstaande dinsdag, Prinsesdag. En dan krijg je dat ding, dat je ja. Is hetzelfde als de begrotingsbehandeling. Kijk, Amerika noemen we het State of the Union. Ja, Frankrijk heeft het ook, Duitsland allemaal. Ze gaan hun beleid bepalen. En ze gaan kijken hoeveel geld in kas zit om dat beleid te verwezenlijken. Dat is dat ding. 18 september is geen begrotingsbehandeling. Epper heeft me gecorrigeerd, dat is waar. 18 september is een heel iets anders in oktober. Grondwettelijk vastgelegd in oktober. Voor oktober, denk ik, moet het in kan en kruiken zijn in Suriname. Mensen, even nog een paar kleine appjes hier. Of misschien kan mijn hoger onderwijs doorlopen, gestudeerd hebben, is zinvoller, ja. Minister Singh, wat vind je van de gebroeders Jetto als adviseur van de president? Ik zou niet gaan, zeg ik u eerlijk hoor, die gebroeders Jetto. Je hebt al zo'n geweldige reputatie. Mensen, kijk nou, gebroeders Jetto. Wat moet je met zo'n klein land om een ding te gaan doen, jongen? Nou, lasting, echt. Ik zou mijn tijd... Ja, kijk, voor mij, op mijn CV, zeg ik je eerlijk, het zou een schande zijn. Ja, ik heb Suriname geholpen met zijn financiële moeilijkheden. Ik zeg, nou man, wegwezen. En weet u waarom ik dat zeg? Je gaat me kwalijk nemen. Kijk nou, de minister van Financiën in Engeland. Ga googlen, ga zoeken. Je ziet echt nou een koeriman voor India. Ja? Weet jij hoeveel Hindustanen in het parlement van Boris Johnson zitten? Niet in het parlement, in het, als minister. De hoogste functie. Engelse mensen hebben hun financiën toevertrouwd
toevertrouwd aan een kudiman uit India. Een kudiman uit India. Ik kan zeggen, ja, over de Jetu Brothers, ja, goed. Misschien, ja, liefdadigheid werkt, dat je Santoki Sani. Anno brokken in zijn naam. Weet je, onze mentaliteit laat het niet toe. We willen niet veranderen. We willen niet. En kijk, Santoki moet grote stappen gaan maken. En er gaat onrust komen. En ja, goed. Hoe ga je daarmee om? Ik heb je gezegd, je wil onrust stoken. Ja. We begeleiden je. Doe je protest. Ga je dingen doen. Niks aan de hand. Isabi, het is jouw grondrechten. En wij gaan ervoor zorgen dat je je grondrechten kan gebruiken ten volle van jou, Isabi. Je hebt daar recht op. Maar het ligt niet aan ons, mensen. Wij zijn... We kunnen hierover praten na de sanatie, we kunnen dingen uitleggen hoe het in elkaar zit. Maar uiteindelijk moeten zij de knopen doortrekken en zo. Je sabi toch wat ik bedoel? Want ik wil geen verkeerd beeld achterlaten over de two brothers na de sanatie. Kijk, if you sabi takino win-one zaak, moet je daarop voorbereid zijn. Want kijk, in de advocatuur ook, de mij dacht, jongen, je sabi mijn zaak aan dat lassie. Mijn ogen aan man. Weet je? Ik ben ook man dat hij, jongen, laat nou, ik niet doen. Want je wordt gemeten aan het aantal zaken dat je naar goed tevredenheid hebt gewonnen, Isabi. Mensen, ik kap ermee. Dinsdag ben ik er weer. En dan ga ik u voorzien van de nodige informatie. Ik ga u overdragen aan meneer Fitz James. Ik dank jullie voor jullie apps en ja, telefoons, sorry. Ik heb het hermetisch afgesloten. En lekker. Maar dinsdag maak ik het goed, mensen. We gaan, ik ga overdagen en ik wens jullie een prettige voortzetting van jullie zondag. En ik zie jullie aanstaande dinsdag om 4:00. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.